zorg je ervoor dat je blijft leven? Ja, maar dit is wel echt chaos. Echt chaos. Ja. Wat een gezellig partijtje knokken zou moeten worden bij Glory, werd een ongezellig partijtje knokken. Wat verwacht je van vanavond, is dan een beetje de sportvraag? Nou ja, in altijd een hele mooie avond. Ja. We hebben topwedstrijden staan. Waar kijk je het meest naar uit? Waar ik het meest naar uitkijk, ik denk toch dat het... Badr Hari gaat zijn tegen Mrzozek. Ja, ik verwacht toch wel spektakel. Ik hoop dat we een mooie partij te zien krijgen. Het is voor mij heel lang geleden dat ik hier live dingen heb gezien. Ik had altijd op zaterdag moest werken. Okay. Nu niet. Dus okay. Wij komen voor Jamal Ben Sadiq. Oh ja, oké. Okay. Maar volgens mij Martijn de Koning wil een keer tegen mij Oké. Okay. Ja, ja. Bij deze, dat is een uitdaging. Ja, als je wil dan. Ik sta klaar. Ja hoor. Nou ja, ik moet nog trainen. Dat is te zien. Ik heb wel zin. Oh ja, is te zien. Nee, kijk je. Jij zou eigenlijk vechten natuurlijk, hè? Ja, inderdaad. Maar wat is nou het verhaal daarachter? Ik heb afgezegd. Want? Er zat een duidelijke reden achter. Nou ja, gewoon wat er speelt... Rusland, Oekraïne? Ja, niet alleen dat, er zijn veel dingen op de achtergrond gebeurd. Waardoor ik mijn keuze heb gemaakt. En mijn keuze is gewoon goed geweest. Want als je nu kijkt, de Rus is gewoon niet aanwezig. Ja. En ik denk dat dat gewoon het geval was vanaf het begin. Want jij zou tegen een Rus vechten, dat heb jij gecanceld. En nu is hier geen veld of wegen meer te bekennen. Nou geef ik hem geen ongelijk. Nee, daar komt het op neer. Please get back in your seats. We will not begin the fight until everyone has returned to their seats, please. Come on. Jongens, het is hier hartstikke gezellig. Evenement is stilgelegd. Lichten zijn aan. Er schijnt traangas gegooid te zijn. Uit het publiek. Oké, er wordt hier behoorlijk gevochten, jongens. Ik weet niet wat er gebeurt, maar er wordt behoorlijk gevochten. Dit is wel bizar! Godsamme! Wat gebeurt er allemaal? Ja, maar er zijn een paar van die hooligans volgens mij vanuit die kant. Ja. Vanuit Den Haag. Ineens loopt iedereen hier op ons af. Ja, bizar. Ja, Badr ging net neer. Iedereen sprong het publiek in en chaos. Het is wel pro-nieuws. Ja, dan even zon. Ik dacht van iemand anders, van de Telegraaf nu normaal, toch? Ja, overstap. Overstap, nou, ja. Voor de centjes of niet, maar... Zorg je ervoor dat je blijft leven? Ja, maar dit is wel echt chaos. Echt chaos. What the fuck is hier aan de hand? Ja, het is een hele grimmige sfeer. Ik ga er heel slecht door. Ja. Oké, dit klinkt heel gek jongens, maar wij zijn nu op zoek naar een nooduitgang. Eigenlijk iedereen. Omdat het tering erg uit de hand aan het lopen is. Wat is daar in godsnaam gebeurd? Nou, het was een hele mooie partij eigenlijk. En die Poolse jongen stond voor eigenlijk. En eigenlijk begonnen die, hoe zeg je dat, Badr Hari Sports flesjes te gooien naar de Poolse sporters. Maar dat is de harde kern van Legia Warschau. Okay. Ja, die tolereren dat niet. Dus die zijn met 200 man. Hoe heb jij dit ervaren? Ik vond het een mooie partij. Ik vond het jammer dat het zo geëindigd is. Want... Maar hoe heb je die rellen ervaren? Ja, die rellen, in principe, ja, dit is eigenlijk net zoiets als voetbalhooligans. Er staan bijna 100 man stille politieagenten. Die doen niks, weet je. Dus ja, weet je, als je dan wil dat het niet gebeurt, moet je gewoon sneller handelen. Oké. Okay. Maar het is jammer, want het is weer een smet op het kickboksen. Evenement is afgelast nu. Ja, het is zonde, want het is niet nodig. Weet je, we betalen een hoop geld voor het kaartje. Ja. Ja, en nu sta je allemaal buiten, dus je hebt geen winnaars. Je hebt geen winnaars.